Hallo, ik ben Kevin Groen en wij gaan vandaag op bezoek bij Paul. Hij is courgettenteler en we gaan kijken hoe hij zijn courgetten teelt. Hey. Hoi Paul, welkom. Hoi, ik ben Paul. Hoe ben je eigenlijk teler geworden en wat groei je eigenlijk allemaal? Nou, ik ben een aantal jaar geleden afgestudeerd aan de HAS in Den Bosch, Hogere Rijschool. En toen ik daar klaar was, ben ik gaan werken op het bedrijf van mijn ouders. En we telen voornamelijk courgettes, daarnaast pompoen, prei. En ik heb samen met mijn ouders een eigen bedrijf in asperges. Okay. Wat zijn eigenlijk de richtlijnen voor goede courgettes? Nou, het werkt eigenlijk als volgt. Die courgettes, een courgetteplant heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen. Ja. Die vrouwelijke bloemen die groeien aan een courgette zelf. En die mannelijke bloemen die zijn er voor de bestuiving. Mm-hmm. Daarom zie je denk ik hier op de achtergrond die bijen ook staan. Die bijen zorgen voor die bestuiving. Wat er namelijk gebeurt als dan een courgette niet bestoven wordt, is dat die spits wordt. En dan wordt het eindje dat wordt zacht. En dat willen consumenten niet. Dus die spitse, zachte vruchten die vliegen er hier al uit. Want als die niet bestoven wordt, dan komt er geen courgette aan? Ja, dan komt er wel een courgette aan. Maar ik kan wel een voorbeeld geven. Ja, laat maar. Voorbeeld. We beginnen dus met een zaadje. Mm-hmm. En dan 3 weken nadat het plantje geplant is, dan, of 6 weken, dan kunnen we beginnen te oogsten. Meestal komen er in het begin komen er een aantal vruchten aan en er zitten er nog geen mannelijke bloemen in. Mm-hmm. Dus in het begin de eerste 2-3 vruchten, die moeten we er sowieso uitbreken. En dan als deze er eenmaal zijn, dan staan de bijen er en die zorgen voor de bevruchting. Dit is dus een courgettevrucht en hier is een vrouwelijke bloem aan. Ja, je ziet het verschil. Dus hij vliegt van hem naar hem en dan wordt deze bestoven en dan groeit hij uit tot een mooie vrucht. Dat is een beetje het principe. Ja, we oogsten dus dagelijks. Alle vruchten worden elke dag gecontroleerd, behalve dadelijk eind september, eind oktober, begin oktober. Dan wordt het zo koud dat we om de andere dag gaan oogsten. En waar we eigenlijk op selecteren is juist puur op maat. Dus de mooiste maat courgette is tussen de 350 en de 450 gram. Mm-hmm. En zo proberen we ze af te snijden. Deze twee zijn toevallig, die zijn bijvoorbeeld te klein. Ja, die blijven hangen. Die worden over 2 of 3 dagen worden die geoogst. Hier hangt een vrucht. Daar zijn dus door de wind zijn hier krassen opgekomen. Nou, als dit uitgroeit, dan wordt het een redelijk grote plek met krassen. Ja, die wordt hoogstwaarschijnlijk weggegooid. We zien inderdaad de krassen hier, maar waarom wordt die dan weggegooid? Wat wil de consument? En ik zal hem er even vanaf halen. Kijk. De krasjes op zich zijn niet zo erg. Zo'n klein krasje is niet zo'n ramp. Alleen ze zitten verdeeld over een hele grote plek. Hmm. Dus dan heb je meteen zeg maar, een hele oppervlakte waar krasjes op zitten. En die groeien uit en het wordt droog. Kijk, die vrucht die smaakt niet anders. Die is gewoon prima. Alleen het mag niet. Dat is het eigenlijk. Kijk, als consumenten in de winkel komen en hier liggen 6 mooie glimmende groene courgettes naast, dan worden die eerst meegenomen en deze blijft liggen. Ja. En hoeveel procent gooi je dan eigenlijk een soort van weg of zouden jullie weg moeten gooien? Ik denk dat het gemiddeld neerkomt op 10-15% wat we weggooien. Okay, ja. Ja. Okay. En wat doen jullie dan met die 10-15% die jullie weggooien? Doen jullie er verder nog wat mee? Sinds dit jaar gaat er natuurlijk een gedeelte naar kromkommer. Ja. We gooien ze weg. Ze gaan op een mesverspreider en die gaat terug naar het perceel waar ze vandaan komen en dan worden ze gehakseld. Oké, dan zal ik jullie nu even laten zien hoe dat de courgettes thuis gesorteerd worden. Ja, okay? Leuk. Ja, hier worden ze op maat gesorteerd. Dus die courgettes die daarvoor de machine opgaan, die worden gewogen. En die schaaltjes die onthouden dat en die laten ze gewoon vallen in de bak bij het juiste gewicht. Ja, okay. En dan worden ze zoals de klant het wil ingepakt in verschillende verpakkingen. Kijk, als kromkommer belt van hey Paul, we gaan weer soep maken, dan gaat gewoon die jongen die daar aan die band staat, die haalt die kromme en die met krasjes, die haalt hij eruit en doet hij in een bakje. Mm. En die gaan dan naar kromkommer toe. Okay. En op het moment dat kromkommer niet belt, dan komen ze naar buiten. Ja, dat is een beetje het idee. Okay. Ja. Dus alle rotten gaan sowieso weg? Ja. En degene met krasjes of kromme, die gaan soms nog naar kromme. Ja, precies. Zeg maar, nu valt deze net. In principe is hij gewoon prima om te eten. Alleen hij heeft hier is hij beschadigd en hier. De supermarkten willen, als ze bijvoorbeeld een actie hebben, willen ze niet leeg verkopen, dus ze bestellen maar meer. Ja. Dan blijft er ooit waste over die weggegooid wordt. Ik denk, voor ons is het voornamelijk, het is gewoon zonde dat vruchten waar net zoveel aandacht aan is besteed dan eentje die goed is, dat het toevallig door een keer wat wind of wat hagel, dat die beschadigd en weggegooid moet worden. Dus ze hebben een beetje een ander uiterlijk, een klein beetje, maar de smaak is in principe goed.
alles is eigenlijk verder goed. Het is gewoon een normale courgette. Ja, maar de smaak is precies hetzelfde. En van binnen de structuur en zo is precies hetzelfde. Nou Paul, bedankt voor deze mooie rondleiding en dit mooie proces. Graag gedaan, jongens. En we hebben nu al deze coole courgettes gezien en hoe ze gemaakt worden. En ja, wat er eigenlijk allemaal voor processen zich afspelen bij het telen van deze courgettes. En nu zitten we hier op deze berg met courgettes. Wat ook wel weer raar is. Ja, ik vraag me inderdaad eigenlijk ook af of mensen weten dat er zoveel courgettes weg worden gegooid. En wat zij ervan vinden? Wat zouden zij eraan doen als ze het echt weten? Want ik denk dat er maar weinig mensen echt weten dat er zoveel courgettes weg worden gegooid voor een stom krasje.